Grootmoeder, waarom bid je zo? Dat is om beter te kunnen leven, prevelt ze. Toen Punk nog dood was, het haar afscheren mijn wekelijkse zonde, met de wereld een te grote moshpit die me vermomd als troost, levend verwonden. Toen was ik zonder jou. Ik heb met de namen van de doden de muren van mijn kamer beschreven. Verga zelf maar tot stof, alsof ik jou uit en as ooit lief had. Alsof ik soms nog je naam googel of bloemen foefel op je graf en staar naar foto's waar ik niet eens zelf op sta. Achter mij is niemand, enkel afgebroken verhaal. Met soms heel gewoon een meisje nukkig broos in mijn armen ontwaakt, zonder naam. Grootmoeder, waarom bid je zo? Dat is om beter te kunnen leven, prevelt ze. Ineengevouwen handen, elke vinger een andere dimensie. Werelden van verbanden, ons onbekend gelaten gebald tot gebed. Ons onbekend gelaten gebald tot gebed. Als je vol zit, moet je trouwen. Maar oma, oma, waarom dan toch, vraag ik haar. Omdat we van elkaar hielden en houden, zegt ze prompt. Daar sta ik dan vol tanden op. Ik heb een tijdje bij mijn grootmoeder gewoond, toen ik nog studeerde. En mijn slaapkamer was op het einde van de gang en haar slaapkamer lag vlakbij het toilet. En ze sliep met haar deur open. Moest er iets gebeuren, dan was ik er snel bij. Dus ze leeft nog steeds, maar ze is oud. En als ik dan s'nachts passeerde om te gaan plassen, want dat gebeurde soms dat ik moest gaan plassen. Dan zag ik haar liggen in haar bed met een nachtlampje aan en ze lag echt zo. En ik hoorde haar vezelen, ze prevelde haar gebed elke avond. Ik vond dat een mooi beeld, heel mooi, het mooiste dat ik ooit gezien heb waarschijnlijk. Maar ik snapte er niets van. Dus op een ochtend, bij het ontbijt, dan vroeg ik haar, grootmoeder, waarom bid je zo? En ze schonk mij koffie uit, ze zette de thermoskan neer, ze keek me lang aan en ze zei me één ding. Moeders die zomaar graag zien, hebben nog meest van al te verliezen. Daar is echt geen God voor nodig. Gewoon een zoon die kwetst met de juiste woorden. Dank u wel.